als voetballer, ja, leef je echt voor die wedstrijden. Nou, bij Groningen was gewoon, nou, het laatste jaar, ja, had ik gewoon bijna geen wedstrijden gespeeld. 6 toptalenten uit het noorden die knokken voor hun plek op het podium. Allemaal met een ijzeren discipline, ongekend doorzettingsvermogen en één droom. Dit zijn de aanpakkers. Gaan we ervoor? Daniel, waar rijden we naartoe? Naar Leeuwarden, ja. Naar Cambuur. En ja, laatste aflevering was dat ik nog bij Groningen zat. Dus ja, mijn nieuwe club, Cambuur. In principe Groningen is mijn club. Omdat ik, ja, mijn hele leven heb ik daar gezeten. Dus kijk, als alles goed was bij Groningen, was ik echt wel bij Groningen gebleven. Alleen, ja, als, wat ik zei, ik ben voetballer en ik hou meer, ik hou nog meer van het spel voetbal en het spelen. Ja, dan kies ik ervoor om dan nog voor een andere club te kiezen dan bij Groningen te blijven. Ja. Trainen is ook, natuurlijk, is belangrijk, is leuk. Alleen als voetballer, ja, leef je echt voor die wedstrijden. Nou, bij Groningen was gewoon, nou, laatste jaar, ja, heb ik gewoon bijna geen wedstrijden gespeeld. Stel je voor, ik zou een wedstrijd kijken bij de jeugd en ik zie, weet ik veel, alle mensen om het veld staan. Ja, dan wist ik gewoon 80% van de mensen wie dat waren, weet je wel. Ja, en nu heb ik dat niet bij Cambuur. Maar of ik dat per se mis, ja, wat ik zei, sommige dingen en sommige mensen, ja, mis ik dan wel. Alleen missen, misschien is dat een groot woord, alleen dat is er gewoon niet bij Cambuur, dat is het meer. Ja, ik kende al een paar jongens. Nou, Remco natuurlijk, die ook bij Groningen heeft gezeten. Michael Breij. Ja, en sowieso die hele selectie, ja, die ik nu al een beetje beter ken. Ja, is gewoon top. Gewoon heel, hele normale jongens. En ja, gewoon gezellig ook, ja. Het was ook best wel een stressvolle periode. Gewoon qua club zelf kiezen en, ja, je weet niet waar je toekomst ligt. En nou, ik was sowieso al blij natuurlijk dat ik bij Cambuur zat. Alleen dan moest het ook wel blijken of ik dan in de baas zou gaan spelen. Of ik nog het bepaald niveau, want ik heb een tijd lang gewoon niet op hoog niveau gespeeld. Maar dat dan al, nou, eigenlijk vanaf dag 1 al gelijk kon spelen. En dat was mede door blessures, schorsingen. Ja, is dat wel een succes inderdaad. Nu speel ik gewoon weer wedstrijden. En dat had ik dan gewoon gemist bij Groningen. En dan, ja, als je een goede wedstrijd hebt gespeeld of je wint bijvoorbeeld, dan heb je alweer meer zin om naar de volgende wedstrijd te gaan. Nou, na regen komt alles zonneschijn. Ja, daar ga je wel altijd van uit inderdaad. Ja, het is gewoon, nou, ik ben wel gewoon positief ingesteld inderdaad. En ik ga er niet van uit dat ik bijvoorbeeld mijn hele carrière dan op de bank ga zitten. Dus wanneer iets dan niet goed gaat, dan probeer ik altijd wel dan gelijk het positieve eruit te halen. Van, gewoon ook iets kleins, weet je. Bijvoorbeeld, stel je voor, je bent een warming-up voor de wedstrijd en je schiet alles over. Ik denk van, nou ja, ik heb nu 5 ballen overgeschoten. Nou, lijkt me sterk dat ik de 5 ballen in de wedstrijd dan ook over ga schieten. Dan gaat het sowieso wel, 1 van de 10 gaat het dan wel in. Snap je wat ik bedoel? Dus dan denk je alweer positief. En zo denk ik dan ook over, nou, inderdaad, een jaar op de bank gezeten. Ik ga er niet van uit dat ik nu nog een jaar op de bank ga zitten. Dus zo denk ik dan. Elke keer 2 uurtjes bijna getraind. Ja. Hoe voel je? Moe, want het was VCT, dus conditionele training. Dus dat was wel, ja, was wel zwaar. Je zit nu ongeveer, ja, dikke maand bij Cambuur. Hoe bevalt het überhaupt hier? Goed, ja. Spelideeën bevalt meer. Wordt gedacht echt vanuit een aanvallend plan.
Ja, en de groep is gewoon heel gezellig en goed en leuk, dus ja, goed. En als je dan nu 5 jaar zeg maar de toekomst van mogen kijken, waar hoop je dan dat Daniel van Kamer over 5 jaar staat? Het liefst in Spanje. Ja, omdat die competitie mij denk ik gewoon goed ligt. Ja, en ik denk echt richting, ja, hopelijk, ja, wat ik zei, hoop Champions League dan misschien te spelen. Ja.